Het wordt echt een chaos en het wordt heel veel werk. Oh my god, wat zie ik hier? En oh, hier ben ik denk ik nog wel het meest blij mee. Hoi en welkom op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Christina en mij kun je kennen van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Ik ga namelijk mijn make-up stash opruimen. Het wordt echt tijd, maar ik vind het ook heel moeilijk om afscheid te nemen van make-up producten. Dus ik ben nog heel erg benieuwd hoe het gaat. Ik wil het in ieder geval handiger indelen, zodat ik niet zo diep hoef te graven als ik ergens naar op zoek ben. En dat gebeurt nu wel. Ik zal het zo meteen even allemaal laten zien. Maar goed, ben je benieuwd naar mijn make-up stash en hoe ik het allemaal ga opruimen en indelen? Blijf dan gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer ook even op het kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan beginnen. Oké, ik ga als eerste beginnen met het laten zien van wat ik allemaal bij de Action heb gekocht. En het is echt zo zwaar, oh my god. Ik begin als eerste met iets wat niet zozeer te maken heeft met het opruimen, maar wat wel heel erg leuk en gezellig eruit kan zien op mijn kast. En dat is dit. Het leek me heel erg leuk bij elkaar. Maar dit leek me zo gezellig om neer te zetten. Of hier op mijn bureau of op mijn make-up kast. Als allereerste heb ik zo'n klein kerstboompje. Super schattig. Je hebt hem ook in het goud en in het zilver. Dan heb ik twee kaarsjes met zilveren glitters. Maar je had ze ook in andere kleuren. En dit is echt een pareltje van vandaag. In ieder geval, ik heb hier een dienblad met een spiegel zoals je kan zien. En ik vind hem er echt zo prachtig mooi uitzien. Waar ik het meest ontevreden ben, zijn mijn lipsticks. Ik heb er echt een heleboel. En ik ben echt een hele grote lipstick fanaat. Dus ik vind het ook heel moeilijk om lipsticks weg te doen. Ik heb laatst heel veel weggedaan. Maar ik wil ze nu eigenlijk gewoon veel handiger indelen. En toen kwam ik dit tegen. En dit is een make-up organizer. En je hebt natuurlijk ook gedeeltes waar je zo lipsticks neer kunt zetten. Maar wat ik eigenlijk wilde doen, is om de lipsticks in de lades te doen. Want aan de buitenkant zie ik al precies welke lipsticks er allemaal in zitten. En dan is het gewoon voor mij veel makkelijker om een kleur te kiezen. Scheelt weer zoekwerk. En zoals ik al zei, ik heb best wel veel lipsticks. Dus ik heb nog een make-up organizer. Of het is eigenlijk een accessoires organizer. En hier zitten ook al wat items in. Maar ook daar was ik heel erg excited over. Ik ga hem even snel openmaken om te kijken wat er precies in zit. Oh nee, dat had ik niet gezien. Deze is kapot. Staat. Toen ik in de winkel was, ik zat zo moeilijk na te denken van wat voor mandjes wil ik het? Wat wil ik allemaal veranderen? En ik wist het eigenlijk niet meer. En ik wist het allemaal niet meer. En toen zag ik dit. En dit heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Ik heb wel heel vaak van dit soort mandjes in verschillende formaten gezien. Maar deze zag ik nog niet eerder met van die vakjes erin. En ik vond het er zo handig uitzien. Maar helaas was er maar eentje op voorraad. Maar ik heb hem gewoon meegenomen. Ik dacht, ik zie het wel. En ik heb ook 6 van dit soort bakjes meegenomen. Ik heb best wel nog aardig wat bakjes hier in huis liggen. Maar deze leek me wel heel handig. En ik vind het ook heel chill dat ze dus zwart zijn. Omdat de witte heel snel vies worden van mijn make-up. Oké, en toen vond ik iets. En toen dacht ik van wauw, dit is zo goed bedacht. Ik zag dus deze kleine mini schattige doosjes. Met 3 lades erin. Ik heb 1 lade die best wel een rare afmeting heeft. Hij is namelijk ook niet zo hoog. En toen dacht ik, dit bakje gaat er waarschijnlijk wel in passen. Want het is natuurlijk zonde om dit hele doosje te kopen alleen maar voor die bakjes. En toen dacht ik, oh wacht eens even. Als dit eruit is, dan kan ik hem neerzetten in een andere la. En hier palettes in neerzetten. Maar ik vond het in ieder geval echt een heel goed idee van mezelf. Dit is in ieder geval hoe het ladendoosje eruit ziet. Mocht je hier ook benieuwd naar zijn. En dit zijn de lades. Ik denk dat dit wel gaat passen. En omdat make-up opruimen natuurlijk altijd een beste taak is, heb ik chocola gekocht. Dus ik dacht om mezelf even wat extra te motiveren, ga ik dit lekker inslaan. En ik heb ook nog een heel klein cadeautje voor mezelf. Namelijk deze pantoffeltjes. Zo schattig. Je hebt ze ook in andere kleuren. Deze waren nu in de aanbieding. Voor €2,50 volgens mij. En ik vond ze zo cute. En ik dacht, nou, dan ben ik in ieder geval warm en comfortabel als ik mijn make-up aan het opruimen ben. En ja, zo heb je toch altijd wel een smoesje om een cadeautje aan jezelf te geven.
Oké, dan was dat alles wat ik heb gekocht bij de Action. Wij gaan nu door naar opruimgedeelte. Ik wou zeggen, ik heb er zin in, maar ergens weet ik gewoon, het wordt echt een chaos en het wordt heel veel werk. Maar ik heb heel veel zin om het eindresultaat te zien in ieder geval. Maar eerst moet ik even aan het werk. Oké, dit zijn de twee kasten die ik heb. En kijk nou, hoe leuk. Oké, ik ga jullie laten zien waar ik mijn lipsticks heb. En jongens, dat is echt het allergrootste probleem. En jullie gaan zo meteen begrijpen waarom ik dat zeg. Tada! Oh my god. En dan gebruik dus een lipstick. En dan belandt het ergens hier. En vergis je niet, daarachter liggen ook nog een heleboel. Dus dit moet gewoon echt anders. En oh my god, wat zie ik hier? Ja, dit moet wel echt, echt opgeruimd. En dan heb ik hier nog een lade met de rest van mijn make-up. En zoals je ziet, het is allemaal op zich wel per categorie ingedeeld. Mascara's, eyeliners. Ik heb hier wel echt genoeg voor de hele buurt trouwens. Poedertjes. Hier heb ik highlighters en zo. Echt een heleboel. Maar dat is zeg maar wat ik bedoel met ik moet echt diep graven om iets te vinden. Omdat alles zo bovenop elkaar ligt. En hier al helemaal. En trouwens ook hier. Oh my god. Ik moet ook echt mijn foundations gaan uitzoeken. Want heel veel kan ik niet eens tegen. Hier heb ik eigenlijk heel veel van die willekeurige dingen in. Zo van ga ik nog een keer gebruiken. En dan heb ik hier mijn oogschaduwpaletjes. En dit is op zich wel chill. Maar het is zo vol. En ik kom daar toch niet zo heel erg lekker bij. Dus ik wil het eigenlijk gewoon een beetje anders. En dan heb ik hier mijn bronzers. Maar ook hier, als ik hiermee bezig ben, dan ga ik er soort van zo doorheen. En hier mijn blushes. Nou ja, het moet wel echt uitgezocht worden. Want sommige gebruik ik dus echt nooit. En deze past nergens bij. Dus die ligt er bovenop. Dus dit is de before. En als ik toch lekker bezig ben, doe ik misschien ook deze lade eventjes. Oh, wauw. Ik dacht dat deze wat minder erg aan toe was. Met allemaal maskertjes en dingetjes. Ik heb toch best wel veel mandjes. Trouwens, deze komen ook van de Action. Wel handig. En dit is hoe hier op de kasten eruit ziet. Ik krijg deze plek niet meer weg. Oh my god, ik had mijn haar was geverfd. En ik ben gewoon echt een kluns. Maar zo te zien kan ik best wel een doekje hiervoor gebruiken. Anyways, ik had al van dit soort acrylbakjes voor mijn sieraden. Dat vind ik zo super handig. Het leek me dus ook heel erg leuk om dit ernaast te zetten met lipsticks. Dan heb ik hier mijn kwasten en een plantje. En zo ziet het eruit. Oké, ik ga als eerste beginnen met waar ik het meest excited over ben. En dat is mijn lipsticks opnieuw indelen. Dus ik ga alles er even lekker uithalen. En dan ga ik alvast de laadjes hiervan uithalen. En ik ga denk ik even per kleur of per categorie even heel snel verdelen. En dan eventjes netjes maken. Oh, wat vind ik dit er heerlijk uitzien. Oké, ik geef even een snelle tour. Hier heb ik lippenbalsem, lipscrub en dat soort dingen. Dit is een beetje een gek laadje. Ik heb hier Jeffree Star lipsticks, want ze passen niet in een ander bakje. En twee blauwe lipsticks. Dus dit zijn een beetje kleuren die ik niet heel snel pak. Maar die wil ik niet wegdoen. Dan heb ik hier allemaal lipglossjes. Echt een heerlijk bakje. Normaal gesproken was ik echt van matte lipstick, maar nu vind ik een gloss ook heel erg leuk. Dan heb
hebben we hier een bakje met Jeffree Star, de kleuren die ik dus wel vaak gebruik. En Kylie Cosmetics, uiteraard. Oh, zo mooi dit bakje. Dan heb ik hier wat roze kleuren, een beetje paarsige tinten en ja, dat is het. Hier heb ik mijn nude lipstickjes en ook hier is er wat ruimte over. Heerlijk. En dan heb ik hier wat rode lipsticks. Oh, dit vind ik er zo leuk en gezellig uitzien. Ik denk dat ik hierdoor echt veel vaker verschillende kleuren lipsticks ga gebruiken. Kijk nou hoe leuk. Oh mijn god, nou dit ook maar eens even oplossen. Helemaal uit de hand gelopen. En dan nu het moment van de waarheid of dit gaat werken. Oh mijn god. Oh, het past. Oh mijn god, het past. Oh, wat goed. Oh, dit wordt echt geweldig. Nou, hoeveel puntenslijpers heb je in je leven nodig? Maar je zult maar net zien, als ik het nodig heb, kan ik het nooit meer vinden. Dus ik doe het allemaal lekker hier aan de zijkant. Oké, ik heb ineens een idee wat ik daarin ga doen. En dat zijn mijn mascara's en eyeliners. Want als ik het hierin moet zoeken, dan duurt het heel lang. En hier heb ik dan mascara's en eyeliners en wenkbrauwproducten apart. Oh mijn god, kijk hoe dit eruit ziet. Kijk, daarom wil ik dus geen wit meer. Weet ik nog niet. Ik ga nog even kijken hoe ik dit ga doen. En ik wil eigenlijk het meeste van mijn dagelijkse make-up aan deze kant overbrengen. En oh, ik ben hier zo blij mee. Ik heb hier trouwens wat spiegeltjes in gedaan. En van die blotting papers. Dus ik ga even puzzelen en even kijken hoe ik dit ga doen. Ik ben zo ongelooflijk blij met dit laadje. En misschien oogt het nog rommelig, maar voor mij is het echt een verademing. En dan hier heb ik de foundations, concealers, beauty blenders, poeders, wat setting sprays. En daarachter heb ik nog wat dingen die dicht zijn. En in dit laadje hier heb ik dus blushes, bronzers en highlighters. Dus dat heb ik op deze manier gedaan. En zo kan ik alles heel makkelijk en overzichtelijk en snel zien. En dan weet ik precies wat ik wil pakken. Nou, mijn fantastisch goede plan voor de palettes werkte helaas niet. Mocht jij ideeën hebben, laat het even weten in de comments, want ik ben er nog niet over uit. En hier heb ik dus alleen de palettes nog en verder heb ik dus de verzorgingsproducten die ik uit de lade heb gehaald. Hier heb ik make-up tasjes, deze komen toevallig ook van de Action. Zo cute, zo leuk. En hier heb ik wat scrunchies liggen. En hier heb ik een heleboel make-up die ik dus niet meer gebruik of waar ik slecht op reageer of die niet goed zijn. Dus dat ga ik nog even uitzoeken. Even kijken wat ik echt weg ga gooien en wat ik weg ga geven. En oh, hier ben ik denk ik nog wel het meest blij mee. Hoe ik de lipsticks heb ingedeeld. Ik kan echt niet wachten om morgen mijn lipkleurtje uit te gaan zoeken en het zo overzichtelijk te zien. En dit bakje hier heb ik ook gebruikt met dingen die ik dus vaker zou moeten gebruiken. Dat is op dit moment handcrème natuurlijk, droge handen. En ik heb nieuwe lipsticks, dus die heb ik zo lekker op ooghoogte wanneer ik morgen mijn lipstick ga uitzoeken. En hoe schattig staat dit hier. Zo cute. Oh jongens, het was me toch even een karweitje. Maar ik heb mijn make-up uitgezocht en nu kan ik er veel makkelijker en handiger bij. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. In ieder geval, ik vond het in ieder geval heel erg leuk en ook wel tijd om het eens op te ruimen. Ik ben voornamelijk zo blij met hoe ik de lipsticks nu heb opgeruimd. Ik kan echt niet wachten om morgen mijn lipstick uitgebreid te gaan uitzoeken. In ieder geval, ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden. Laat me even weten bij de comments wat jij ervan vindt. En hoe jij deze bakjes zou gaan gebruiken. Ik ga er nog heel even over nadenken. Maar goed, als jullie nog ideeën hebben, let me know. En voor nu wil ik jullie dan heel bedanken voor het kijken van deze video, jongens. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. Als je dat nog niet hebt
gedaan. En om te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. Want dan mis je geen enkele upload. En dan wil ik jullie nu heel bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!